Dank, voorzitter. Het zal niet heel vaak gebeuren, maar de heer Wilders en ik zijn het eens over de moeilijkheid waar we ons nu in bevinden. Er blijft toch een verdenking boven de markt hangen, om maar zo maar te zeggen, doordat we geen namen hebben. Nu hoor ik in de betoog van de heer Wilders vragen aan de minister. En ik begrijp die vragen, laten we dat vooropstellen. Tegelijkertijd vind ik dat de Kamer hier ook het heft in eigen handen kan nemen. Dus ik wil dadelijk een oproep doen aan alle partijen hier in deze Kamer, in ieder geval het minimale aan financiën te openbaren. Dus wat we op moeten geven aan neveninkomsten, het geschenkenregister, wat we op moeten geven volgens de wet financiering politieke partijen. En ik wil eigenlijk aan de heer Wilders vragen of hij zich aan wil sluiten bij deze oproep. Nou ja, voorzitter, ik zal dat bezien. Ik zie zo niet direct waarom niet, maar het lost dit probleem van, heeft iemand dit gedaan? En zo ja, wie niet op? Want de minister heeft bijvoorbeeld in zijn brief gisteren al geschreven dat als je kijkt naar alle verplichtingen van de wet financiering politieke partijen, die we hebben vanaf 2013, zoals u weet, dat daar verplichtingen op staan dat je hoge bedragen, 4.500 euro was dat toen, inmiddels is dat 1.000 euro geworden, dat je die moet melden. En volgens mij houdt iedereen, althans mijn partij en volgens mij de uw ook, houden ons daar aan. En we kunnen dat zien in de openbaarheid in het verslag van de minister ieder jaar over de financiering van politieke partijen. Daar heeft de minister gisteren al in zijn brief gezegd dat daar niet uit is gebleken dat daar geld uit Rusland bij zat. Nou, kan ik me zo voorstellen dat die idioot, sorry dat ik dat zeg, voorzitter, maar dat is het wel, die als iemand dit heeft gedaan, dat hij dat niet op zijn rekening laat storten. Dus de enige manier om erachter te komen of dit is gebeurd en wie dat heeft gedaan, is via de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. Via de inlichtingendiensten die verder kunnen kijken dan dat. Dus ik denk dat wij om hier achter te komen, wie dat was, de inlichtingendiensten hun werk moeten laten doen. En hopen dat ze dan wel de eigenaar van de informatie, Tsjechië, de Tsjechische inlichtingendienst, de Tsjechische autoriteiten bereid vinden om het te declassificeren, dan wel, als het waar is en niet onwaar, zelfs dat weten wij nu niet, dat het AIVD een ambtsbericht stuurt naar het Openbaar Ministerie. Dat het Openbaar Ministerie, dat is de procedure dat vervolgens onderzoekt. En als daar geen sprake is van strafbare feiten, dan horen we er waarschijnlijk nooit wat van. En als dat wel zo is, dan gaat die speciale procedure die ook via de regering gaat, ook dat is in de brief beschreven gisteren, dat dan via het ministerie van Justitie een aanklacht wordt doorgeleid naar de procureur-generaal van de Hoge Raad. Dat is de enige manier waarop we erachter komen. Dus transparantie, ik zal uw verzoek dadelijk bekijken of we dat steunen of niet, maar het lost het probleem van erachter komen of dit is gebeurd en al helemaal wie het is, en lost het niet op. Ja, daar zijn de heer Wils en ik het dan oneens. Ik denk dat het goed is als er een traject loopt zoals de heer Wils het net beschreef, want dat zou de zaak zeer bespoedigen. Tegelijk, ook hier houdt de Kamer het heft in handen. Je moet beginnen met transparantie stap 1. Op het moment dat we zien dat partijen geen openbaarheid van zaken geven, en dat gebeurt hier in dit huis, dat weten de heer Wilders ook, op dat moment, pas dan, kunnen wij als Kamer vervolgstap instellen. Want de commissie waar de heer Wilders het over heeft, die kunnen wij als Kamer ook zelf instellen. En vervolgens zelf dat onderzoek doen en de resultaten van dat onderzoek overdragen aan de Hoge Raad. Ik denk dat dat noodzakelijk is. En met name, en dat hoor ik ook terug in het antwoord van de heer Wilders, omdat wij anders als Kamer het initiatief en de bescherming die wij eigenlijk moeten bieden hier als volksvertegenwoordigers in het huis, bij de minister en bij de diensten leggen. En dat lijkt me niet wenselijk. Wij zijn hier de hoeders van de democratie, dus wij zouden het initiatief moeten behouden. Nou, ik denk dat dus niet, want dan zou je in feite iets oproepen te onderzoeken zonder dat je ook maar enig zicht hebt of het is gebeurd en of er een verdachte is. Terwijl volgens mij de koninklijke manier is, en volgens mij is het eerder ook zo gegaan, ook over die Europarlementariërs met de Qatar, waar ook niet alleen inlichtingendiensten, maar ook speciale politiediensten die op het spoor zijn gekomen in België, waar vervolgens de bal van vervolging is gaan rollen, dat de autoriteiten, in dit geval de AIVD, gewoon zijn werk doet, samen met andere diensten. Ze kunnen contact hebben met de Tsjechische inlichtingendienst. Ik zag vandaag in een bericht op de Tsjechische Reuters van 31 van zondag, als ik het goed heb, waarom als je de vertaling leest, stond dat ook de Oekraïnse dienst informatie zou hebben geleverd aan Tsjechië. En dat het zou gaan over Duitse Europarlementariërs, maar ook wel allemaal in mist gehuld over hoe en wie en wat. Maar dat is de manier waarop het werkt. Wij komen daar niet achter. Dus ik denk dat de inlichtingendiensten hun werk moeten doen. Misschien hebben ze het al gedaan. Nogmaals, misschien ligt er al een ambtsbericht. Wij weten het niet. De minister zal het ons waarschijnlijk ook niet gaan vertellen. Maar als het er is,
dan moeten de inlichtingendiensten die informatie maken. Dat wordt dan openbaar, want u weet, ambtsberichten worden openbaar op het moment van de AIVD, op het moment dat er vervolging zou plaatsvinden. Dat is het moment dat ze openbaar worden. En of het wordt niet openbaar en die minister kan op een gegeven moment zeggen, als hij dat kan, het was niet het geval. Wij kunnen als Kamer 100 keer bij elkaar komen, in commissies of wat dan ook, maar wij komen er niet achter. Want wij zijn geen, wij hebben niet de bevoegdheden van inlichtingendiensten en die heb je nodig om hier achter te komen. Nou, ik denk dat de heer Wilders de macht van de Kamer hier onderschat en dat verbaast me een beetje. We zijn geen inlichtingendienst. Wij zijn geen inlichtingendienst, voorzitter. Inderdaad, gelukkig niet. Wij zijn wel een instituut waar om hulp gevraagd mag worden. Ik vind dat de Kamer nu aan zet is dat de eerste stap gezet moet worden door die transparantie te bieden die er nu nog niet is. Die er nu nog niet volledig is. En ik ben blij dat ik de heer Wilders daarover hoor dat we dat moeten doen. De PVV heeft naar mijn weten vaak ook tegen aanscherping en verscherping van dit soort regels over integriteit gestemd. Dus ik ben blij dat we elkaar daar nu vinden. Ik vind als stap 2 dat je zo'n commissie een opdracht moet kunnen geven als Kamer. En zo'n commissie kan vervolgens dezelfde middelen en bevoegdheden inzetten, of praktisch dezelfde middelen en bevoegdheden als een inlichtingendienst. En daarin hoop ik dat ik de heer Wilders ook aan mijn zijde vind, dat wij als Kamer het initiatief behouden en daarin niet passief zullen zitten wachten op wat de inlichtingendiensten wel of niet met ons kunnen delen. Nee, voorzitter, ik steun dat zeker niet, dat voorstel om de commissie te laten doen. En u heeft ook totaal ongelijk dat de Kamer dezelfde mogelijkheden zouden hebben dan inlichtingendiensten. De inlichtingendiensten kunnen afluisterapparatuur in woningen plaatsen. Ze kunnen mensen achtervolgen. Ze kunnen allemaal dingen doen. Dat kan de Kamer echt nooit doen. Dat kan de Kamer nooit doen. En dat moet de Kamer ook nooit doen. En dat moet de Kamer ook nooit willen doen. En de inlichtingendiensten hebben ook nog, zoals we nu zien, als we de informatie mogen geloven, contact gehad met andere inlichtingendiensten, in ieder geval die van Tsjechië. De minister schrijft dat hij de afgelopen dagen nog heeft geprobeerd om bij Tsjechië. Dus dat is het contact tussen inlichtingendiensten. Dat heeft de Kamer ook niet. Dus er is heel veel reden voor, nog los van het feit dat je geen commissie in het leven moet roepen om iemand voor te dragen om aan te klagen bij de procureur-generaal van de Hoge Raad, als je niet aanwijzingen hebt dat één of meerdere personen de verdachte zouden kunnen zijn. Dat moet je niet doen. Dat moet je als Kamer niet willen. Vandaar dat ik kies voor de weg zoals ik hem net noemde en niet via uw weg. Maar die keuze mag ik maken, toch?